Benji, er dringt zich één vraag op. Hoe komt dat door die laatste minuten? Ja, goede vraag. Ik denk dat wij die allemaal ontstellen. Het beste kan ik zeggen is dat er misschien ja, een kleine nervositeit in de groep sluipt naargaande de wedstrijd vordert. En je moet een voorsprong vasthouden, dan begint iedereen zenuwachtig te worden en dan spelen we niet meer goede voetbal. En ik denk dat het daar misschien aan kan liggen en we kruipen ook veel te fel naar achter. Het is echt een mentale kwestie aan het worden? Ja, mentaal, ja. Nou, weet je, de pers zegt dat de hele tijd van ja, en hoe meer jullie dat zeggen, hoe meer het ook een mentale kwestie zal worden natuurlijk. We komen 1-0 voor, een terechte voorsprong, maar echt goed was het helemaal niet, hè? Nee, zeker niet. Dat heeft ook niemand gezegd, maar ik denk dat GBA helemaal niet beter was. Dus eigenlijk hadden wij toch gewoon verdiend om te winnen vandaag. Een winst had heel veel verschil gemaakt, dan stonden we nu wellicht linkerkolom. Ja, dat klopt. En daar is iedereen zich ook van bewust. En daar is iedereen ook van aan het balen, zeg maar, op dit moment. Toen ik hier beneden kwam, dan hoorde ik helemaal niks in de kleedkamers. Het was oorverdovend stil. Ja, dat klopt. Iedereen stelt zichzelf natuurlijk de vraag, wat heb ik verkeerd gedaan? En ja, dat is bij mij net hetzelfde. En ik denk dat we alle 11 heel hard hebben gewerkt vandaag weer. En dat kunnen we niet zeggen erop. En volgende week wacht een moeilijke verplaatsing naar Cercle. Ja, dat klopt. Dat is heel juist wat gezegd. We hopen dat we daar resultaat kunnen halen. Meer kan ik niet zeggen. Iets totaal anders dan je fantastische doelpunt dat het zo goed doet in Europa. Heb je voor jezelf gestemd? Ik zelf niet, maar mijn vrouw heeft dat wel gedaan, ja. Wat vind je van de kwaliteit van de andere doelpunten? Ja, dat is hoogstaand. Dat is wereldtop natuurlijk, hè. Ik bedoel, ik probeer mezelf ook niet te concurreren met die mannen. Dus ik ben er ook heel rustig in en ik wil er niet te veel aandacht aan schenken. Ik denk dat Lokeren veel belangrijker is voor mij en daar moeten wij hard aan werken. Maar het moet toch deugd doen, je staat er toch maar lekker bij. Ja, dat klopt. Dat is ook zo, dat is een heel goed gevoel. En dat heeft ook al heel wat aandacht gekregen, daar ben ik heel blij mee. En we zullen wel zien wat het wordt, hè, 9 januari. Oké, succes voor de volgende wedstrijden. Dank u wel.